Daar horen ook de zorgen bij die leven op boerenbedrijven. De afgelopen tijd was de onvrede duidelijk te zien. Protesten en daarna omgekeerde vlaggen langs de weg. Bijna alle vlaggen in onze provincie hangen inmiddels weer goed. Maar één boer houdt zijn poot stijf. Langs de A1 bij Baarn hangen sinds augustus vorig jaar 8 omgekeerde vlaggen. De provincie wil dat de boer ze weghaalt. Maar dat ziet die boer niet zitten. En daarom stond hij vandaag in de rechtbank tegenover de provincie Utrecht. Ik ga erover praten met verslaggever Peter Huting. Peter, jij was vandaag bij die zaak. Leg eens uit, waarom wil die boer die vlaggen niet omdraaien? Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de boer in Nederland. En dan noemt hij bijvoorbeeld het stikstofbeleid, dat verplicht uitkopen van boeren. En hij noemt specifiek een boer die hij kent, die zichzelf van het leven heeft beroofd, omdat hij het niet meer zag zitten. Hij zegt letterlijk, de overheid heeft de oorlog aan de boeren verklaard. En hij legt dan uit, wanneer ik op de trekker stap, dan noemen ze mij trekkertuig. Wanneer ik iets doe met die trekker, wat ook nog niet mag, dan noemen ze mij een trekkerterrorist. Nou, dat wil ik allemaal niet. Dus ik doe het met die vlaggen en dat is een vreedzaam protest. Dus daarom zegt hij dat hij dat doet. De provincie die zegt, ja, die vlaggen die zorgen voor een verrommeling van het land. En die moeten daarom weg. En als hij dat niet doet, kreeg hij een dwangsom van maximaal 4000 euro. Nou, dat pikt die boer niet. En daarom stonden ze vandaag tegenover elkaar. Ja, maar dat lijkt me wel een hele aparte situatie, want die boer die heeft heel veel emotie, als ik jou zo hoor. Ja. Terwijl de provincie kijkt vanuit een hele andere blik. Hoe ging dat dan vandaag tijdens die rechtszaak? Ja, dat was dus echt emotie tegenover een technische discussie eigenlijk. Die boer die zegt, die vlaggen, daarmee geef ik mijn mening, daarmee uit ik mijn zorgen. En de provincie die komt met argumenten als, je mag wel je gedachten en gevoelens uiten, maar het moet dan op een bord van 1 bij 1 meter, dus niet op een vlag. Nou, vlaggen mogen wel bij een manifestatie, maar dat moet dan een actieve manifestatie zijn. Dat betekent dat je met mensen aan het demonstreren bent bijvoorbeeld. Dit is passief. Nou, mocht de rechter dan zeggen, jawel, dit is toch een manifestatie, dan zegt de provincie, dan mag je maximaal 4 vlaggen. Dus het gaat echt heel erg om de regeltjes tegenover de emotie. En ja, dat voelde je vandaag heel erg in die rechtbank. Ja, dat maakt het ook tegelijkertijd ontzettend ingewikkeld. Dit schuurt natuurlijk heel erg tegen de vrijheid van meningsuiting. Want die boer die heeft zoiets, ik moet kunnen laten weten hoe ik me voel. Ja, en daar raak je de essentie van de zaak. Als je even uitzoomt en puur kijkt naar die vlaggen langs de A1. Nou, het zijn er 8, je rijdt er in 10 seconden langs. Ze zijn inderdaad een beetje rommelig als je ze ziet. Ze zijn ook een beetje gescheurd en sommige hangen niet helemaal recht. En waar hebben we het nou over, vraag je dan af. Maar de discussie is veel essentiëler. Mag de provincie bepalen wat jij voor vlaggen op jouw land zet? Want voor de duidelijkheid, het is echt het land van die boer zelf. En daar gaat die rechtszaak over. En de rechter die snapte dat ook. Die snapte heel goed dat als hij nu een besluit neemt, dat dat gevolgen kan hebben voor heel veel andere omgekeerde vlaggen. En misschien nog wel om mensen die andere dingen tegen andere dingen demonstreren. Die was dus heel erg kritisch. En ik moet zeggen, vaak heb je wel een gevoel waar een rechtszaak heen gaat. In dit geval bleef het voor mij heel erg onduidelijk. Ik heb echt geen idee welke kant dit op gaat. Komende dinsdag, dan horen we al wat er uitkomt. En als de rechter zegt, die vlaggen moeten weg, heeft de boer ook gezegd, dan haal ik ze ook weg. Ja. Is het vandaag eigenlijk ook nog gegaan in de rechtszaal over dat het mensen kan kwetsen op het moment dat die vlag andersom hangt? Is dat genoemd? Dat is eventjes genoemd, maar de rechter die zei daar heel duidelijk over. De overheid die heeft toch niks te maken met de inhoud van zo'n proces. Het gaat echt over de vorm. Elke mening die mag gegeven worden, ook als het een onwelgevallige mening is. Dus ja, dat maakt eigenlijk niet uit in dit geval. En dan wordt het ingewikkeld spreken met elkaar in zo'n rechtszaal. Ja, Peter, dankjewel.